Aart Staartjes. Dankjewel. Ja, dat heb ik weer. Kijk, wat hier gebeurt... Nino, hou je even je oren dicht. Ze doen het. Ze doen het. Ja. Goed. Dus je bent gewaarschuwd, hè? Dat is mijn herinnering. Het was alweer lang geleden. 1953 of 1954, dat weet ik niet meer precies. Mijn ouders hadden me ten einde raad naar de kweekschool voor onderwijzers gestuurd. Omdat ze bij God niet wisten wat ze met me aan moesten. En als jonge puber fietste ik iedere dag vanaf Schellingwoude over de Oranjesluis en de Diemerzeedijk naar de plantagebuurt waar die nieuwe school stond te wachten. Ik was zo groen als gras, droomde iedere nacht van meisjes, maar durfde ze niet aan te spreken, laat staan aan te raken. Mijn ouders waren zo netjes dat ik me niet kon voorstellen dat ze mij ooit gemaakt hadden. Kortom, het woord seks werd bij ons thuis niet uitgesproken. Op de kweekschool waaide een frissere wind wat dat betreft. Onze biologieleraar gaf ons zijn eerste les al meteen seksuele voorlichting. Ik zat te trillen in de bank en ik werd lijkbleek. Het was doodstil in het lokaal, op een paar stoere binken en meiden met grote borsten na, die een beetje verveeld met een verveeld gezicht zaten te kijken. De allerstoerste jongen was Edward Lamp. Ook de aardigheid noemde zich Edward Lamp. Dat vond hij interessanter. Hij moet ook 16 jaar geweest zijn, maar hij zag eruit als een 20-jarige. Iedere zaterdag doe ik het met een andere meid. En de buurvrouw van twee hoog heb ik ook al gehad, vertelde hij op het schoolplein. En ik luisterde met rode oren en droge mond. Diezelfde middag kregen we van de school een jaarabonnement voor Artus, omdat daar teken- en biologielessen gegeven werden. Edward ging er gelijk heen en tot mijn stomme verbazing zei hij: Aartje, ga je mee? En dat werd mijn eerste Artusdag. Die dag zal ik nooit vergeten. Weet je, onderwees Edward, wij zijn net zo goed natuur als de vissen, de leeuwen en de krokodillen. Alleen doen we net alsof we erboven staan. Zij eten, slapen, poepen en piezen, maar dat doen wij toch ook. Ze hebben ook allemaal seks, want anders krijg je natuurlijk geen kleine aapjes of konijntjes. Net als de mensen, want anders stonden wij hier niet. Verbijsterd was ik. Dat meisjes ook naar de wc gingen, kon ik nauwelijks geloven. Maar dat ze ook iets met seks zouden hebben, dat leek me onbestaanbaar. Op diezelfde middag zag ik... Ik keek door de ogen van Edward Lamp. Parelde bisons, vogels die elkaar besprongen en apen die niets anders deden. Hadden ze het met een vrouwtje gedaan, dan gingen ze de bocht om en dan deden ze het weer met een ander vrouwtje. En als er geen ander vrouwtje voorradig was, deden ze het met zichzelf. Die middag ben ik mijn onschuld verloren en werd in 10 minuten wijs. Al 175 jaar struint de mens door misschien wel de mooiste tuin van Nederland. Nou, al die mensen hebben herinneringen. Herinneringen aan elkaar, aan de eerste zoen en aan opa. Heb je ook zo'n herinnering? Ga dan naar artus.nl en laat je foto, film of verhaal achter. Want Artus is al 175 jaar een mensentuin.